Je kunt alleen maar jezelf zijn op zo'n moment. En dan kunnen anderen achteraf bepalen of dat dan de juiste toon is of niet. Er zijn vele ooggetuigen, ieder met hun eigen beelden en reactie. Zomaar, op een gewone dag, is hun leven voorgoed veranderd. Ze zijn onderdeel van een onbeschrijfelijke gebeurtenis. En ze hebben een enorme bijdrage geleverd in die eerste momenten van het ongeluk. Onverwacht, onvoorbereid, onmisbaar. Dank jullie wel. Wat je als burgemeester doet, is wat eigenlijk moeders doen 's morgens in hun bed, voordat ze opstaan. 'S morgens ga je al je kinderen af. En ik merkte dat ik als burgemeester ook de groepen afging. Ik dacht, de leerkrachten, de mensen van het kinderdagverblijf, de ouders zelf. Wat ik eigenlijk deed, is nadenken over al die groepen in mijn samenleving en te kijken van ja, waar gaan al die mensen doorheen? En dat wilde ik op een of andere manier vormgeven. De burgemeester heel duidelijk naar de mensen toe en ook heel begripvol. En dat was in die situatie was dat hartverwarmend voor de hele gemeenschap in Os.